Waarschuwingen voor aanslagen. Een travel alert vanuit Amerika. De veiligheidsdiensten staan op scherp. De kranten staan vol met berichten over terreur, gepleegd door moslim-extremisten. Volgens het Algemeen Dagblad zijn de laatste jaren zelfs 50 terroristische aanslagen in Europa verijdeld. De krant baseert zich op gegevens van twee terrorisme-deskundigen. Hallo, ja. Eén van hen is Rob de Wijk. Ja, meneer de Wijk, het Algemeen Dagblad van 2 weken geleden. 50 aanslagen verijdeld in Europa. Dan denk ik meteen, dat is best veel. Nou, het zijn er denk ik nog veel meer. De 50 aanslagen, dat zijn de aanslagen die gerekend zijn tot, laten we zeggen, 2007. En inmiddels zijn er weer wat bijgekomen. De teller staat nu in onze lijst op een stuk of 70. En dat zijn dan aanslagen die verijdeld zijn, mislukt zijn en gelukt zijn. We know that these people act in the name of Islam. Maar hoe maak je als deskundige zo'n lijst met verijdelde aanslagen? Wanneer weet je of er echt sprake is van een serieuze dreiging?